Nijmegen wil de binnenstad moderniseren. Het moet allemaal groener worden en fijner voor wandelaars. Met die plannen verdwijnen er zo'n 1000 parkeerplaatsen voor bezoekers en daarmee gaat de binnenstad juist kapot, zo vrezen veel ondernemers. Hier probeert Frans Grootaerts dagelijks zijn brood te verdienen. Maar even verderop in het gemeentehuis wordt hem dat naar eigen zeggen onmogelijk gemaakt door de nieuwe plannen. Kijk, als Nijmegen niet meer interessant wordt voor iemand met een auto naar Nijmegen komt, maar ook Duitsers komen natuurlijk veel in Nijmegen, hè? Dan maak je de stad gewoon kapot. En zo denken ook andere ondernemers erover. Ik maak me zorgen over de toekomst. Als er daar 1000 plekken weggaan, nou ja, je weet hoe mensen zijn. Als mensen geen plek kunnen vinden, dan gaan ze naar huis. Het is nu al niet makkelijk om op zaterdag een parkeerplek te vinden. Op de piekmomenten, wanneer het geld verdiend moet worden in de binnenstad, is het hier gewoon rondjes rijden op zoek naar een parkeerplaats. U ziet het hier achter me. Parkeren voor piek, dat kunnen we niet. Daar kunnen we geen plaatsen voor maken. Maar er zijn momenteel gewoon voldoende parkeerplaatsen. Maar er verdwijnen er dus zo'n 1000, waaronder deze parkeerplaatsen. En als je dus 1000 plekken gaat weghalen, ja, dan creëer je in mijn ogen geen hand, maar een vuist en blijf maar uit deze stad. Wat zegt u tegen binnenstadsondernemers die zeggen het college maakt onze binnenstad kapot? Ik zeg, ondernemers, ik begrijp jullie zorgen, ik begrijp het heel goed, maar niet alles hangt af van een auto. Ja, dat kan, maar het grappige is dat ze dus ook de fiets willen weren uit het centrum. Die moeten ook aan de rand blijven. De VVD maakt zich ernstige zorgen over het centrum van Nijmegen. Als je door de stad heen loopt, dan zie je toch wel echt heel veel panden leegstaan. En voor mij zijn dat tekenen aan de wand van ondernemers die niet meer durven te investeren en die dus afhaken.